Politie en justitie gaven dinsdagmiddag uitleg over de grote politieactie dinsdagochtend, waarbij 5 verdachten van grootschalige export van softdrugs werden gearresteerd. Ja, vanmorgen zijn we met 350 mensen in actie gekomen. We zijn om 5 uur gestart. We hebben 5 aanhoudingen verricht, waarvan 4 met het arrestatieteam. Bij een van de aanhoudingen hebben we explosieven gebruikt om binnen te komen. Om veilig en snel binnen te treden was dit de methodiek om in dat pand binnen te komen, om snel tot een aanhouding te kunnen komen. Het onderzoek met de codenaam Maskerbij is al in maart 2009 begonnen. De afgelopen 2 jaar hebben 20 rechercheurs dagelijks aan de zaak gewerkt. Wij zien dit als een netwerkorganisatie die zich bezighield met het crimineel ondernemen in voornamelijk de hennepwereld en zich daar enorm mee verrijkte. In de afgelopen jaren heeft men, wat wij zien binnen het onderzoek, een geschatte omzet van enkele tientallen miljoenen gehad. Tijdens de actiedag zijn zoekingen geweest op zo'n 35 locaties in binnen- en buitenland. Daarbij zijn veel zaken in beslag genomen. Ja, we hebben, wat ik al zeg, op 75 bankrekeningen in beslag gelegd, op de tegoeden daarvan. We hebben 54 onroerende panden in beslag genomen, vertegenwoordigend een miljoenenwaarde. We hebben zeer exclusieve auto's in beslag genomen, Ferrari, meerdere Porsches, Audi's en meer van dat soort voertuigen. We hebben zeer exclusieve horloges in beslag genomen, die een waarde van meerdere honderdduizenden euro's vertegenwoordigen. We hebben beeldschermen in beslag genomen, ja, je kan die noemen. We hebben zelfs een hobbelpaard in beslag genomen. En wat zat er in dat hobbelpaard? Ja, dat hobbelpaard dat kreeg de aandacht van een van onze honden, die sloeg erop aan. En de mensen die in het pand aan het zoeken waren, hebben dat hobbelpaard bekeken. En daar werden een aantal zeer exclusieve horloges in aangetroffen. En een groot geldbedrag. Lees woensdag meer in het ED en kijk voor het laatste nieuws op ed.nl.